Mensen, ik was laat met Mattie in Marbella. En toen kwamen we tot het verschrikkelijk domme idee dat we een weekly tegen elkaar gingen doen. En als iemand Elite van ons haalt, moet hij anders je snor laten staan. Ja, echt, het slaat nergens op. Maar er moest natuurlijk wel een kleine challenge in zitten. En daarom besloten we om allebei David Silva Centurion te gaan gebruiken. We moeten hem gebruiken, je mag hem niet wisselen. 30 potjes lang. En hoe het werkt, als een van ons Elite haalt, moet die andere het aantal doelpunten plus de helft van assist aan een aantal dagen zijn snor laten staan. Dus stel je voor, ik haal Elite en ik score 50 keer met David Silva en ik geef 50 assists. Dan moet Mattie 50 goals, dus 50 door 2, 25 assists. Dus 75 dagen zijn snor laten staan. What the fuck? Dat is meer dan 2 maanden. Mochten we nou allebei geen Elite halen, dan kijken we gewoon naar die score die we gehaald hebben. Dus het aantal doelpunten plus de helft van assists. En degene die dat het hoogst heeft, dan moet die andere 2 weken zijn snor. Gewoon 2 weekjes. 2 weken is een vies snorretje. Maar ik ga gewoon Elite halen, dus daar gaan we helemaal niet over nadenken. In ieder geval, mensen, zeker een duimpje als je dit leuk vindt. En abonneer op mijn kanaal hier beneden als je het nog niet gedaan hebt. En laten we maar beginnen. En Elite halen. Mattie, je snor komt eraan. Yes! En natuurlijk, mensen, om Mattie die snor te kunnen geven, moesten we zoveel mogelijk doelpunten maken met David Silva. En daardoor besloten we, ja, natuurlijk hem overal in te stellen. Van hoekschopnemer tot strafschoppen tot vrije trappen. Silva moest en zou gewoon scoren. En mijn allereerste tegenstander had dit team met Ibrahimovic. Echt tegenwoordig iedereen. Iedereen heeft die Ibra. Waar gaat het over? Maar in de 7e minuut, check even deze paas. David Silva, ongekende paas. 1-0. Let's go. Eerste assist is gewoon al binnen na 7 minuutjes. En ook bij de 2-0 een fantastische paas. En weer Ronaldo die hem afmaakt. En op dit moment dacht ik echt van, dit gaat echt makkelijkste ooit. Ik ga dit makkelijk winnen. Elite, ik kom eraan. En hier zelfs met zijn verkeerde been weer een assist. Gewoon 3 assists in de eerste 15 minuten. Echt, wat ongelofelijk lekker. En toen David Silva zelf ook de 4-0 maakte in de 28e minuut. Toen was de tegenstander helemaal klaar mee. En was hij weg. De eerste overwinning was binnen. En 1 goal en 3 assists met Silva in het eerste potje. Oh, joi. En in het tweede potje kwamen we tegen IM Doolberg. Met echt een goede clubnaam. Echt. Wow. En dit potje zat het even niet allemaal mee. Terwijl hij echt niet zo heel goed team had. In minuut 48 gebeurde eigenlijk was het eerste. Trouwens echt goede. Echt een goede afkorting ook. Echt super stoer. Maar dan in de 89e minuut krijg ik deze corner. Hij komt voor. Gertje, je hebt een kakko. Oh mijn god, en 1 minuut later komt hij erdoor. Nee! En dan schiet hij de 1-0 binnen en verlies ik. Oh mijn god, allereerste verliespartij is binnen. Besef trouwens dat hij hierna een Insta-story plaatste, die ik helaas niet heb kunnen screenshotten op tijd, maar ik heb nog wel de DM. En er stond in, jammer grap, en hij had zijn eigen clubnaam, had hij doorgestreept. Oh mijn god. Nou, name and shame voor jou. En zo gingen we dus gelijk door naar potje 3. Dit was mijn tegenstander. Geen goed team. Hier moet ik gewoon easy van winnen. Even serieus. En na deze paas van David Silva schoot Ronaldo ook de 1-0 binnen. En David Silva maakte daarna zelf de mooie 2-0. Hij maakte ook de 3-0. Werd wel even 3-1. Maar Silva zorgde ook voor de 4-1. En Silva gaf ook nog eens een assist op de 5-1. En daardoor wonnen we ook deze wedstrijd. Gingen we 2-0 mee in de Weekend League. En ja, Silva die was wel echt lekker bezig deze pot. Hattrick hero. Dit was mijn tegenstander zijn team. Oh, no. En het enige nadeel van David Silva, hij is zo slap. En hij kan echt niks met rechts. Hij is ook traag trouwens. En zijn shooting is eigenlijk ook niet heel goed. Alleen zijn passing en alleen met zijn links is goed. En dat is ja, best wel kloten. Maar er gebeurde echt helemaal niks deze wedstrijd tot de verlenging. Want daar kwamen we 1-0 voor door David Silva. Lekker! En dan denk je, daar blijft het bij. Nou, moet je deze aanval zien. Oh mijn god, wat een wereldgoal. 2-0, weer een win. Op dit moment hadden we dus 4 potjes gespeeld met David Silva. 5 goals en 5 assists. Dat betekent dus als ik Elite zou halen dat Mattie al 7,5 dag zijn snor moet laten staan. En we zijn pas 4 potjes onderweg. Dit wordt echt fantastisch. Mijn volgende tegenstander had dit team wel echt ja, een pittig aardig teampie. En besef dit even in de 4e minuut. Eerste kans. Oh mijn god. Niet normaal dit. En mensen, besef dit even. Misschien wel de beste speler uit het spel. Hij maakt weer mooie acties. Schiet. Oh mijn god. Wat een wereldgoal. Ronaldo, wat een beest. Kijk even hoe hij hem binnenkrult. Niet normaal. Maar dan uiteraard 2 seconden later uitstekend ingrepen. Goed ingrepen door mijn rechtsback. Echt top. En dan staan we weer 1-1. Ongelooflijk. Maar niet getreurd, want in de 83e minuut komen we erdoor. En David Silva scoort ja met zijn rechterbeen. Dat is echt zeer wonderbaarlijk. De 2-1. En daar blijft het bij. We winnen hem. David Silva uitstekend gespeeld. In de 6e pot kwamen we tegen de Ninja Skirtles. En dat een best wel aardig teampje met best wel aardige spelers. En deze pot begon niet helemaal lekker, want we kwamen al snel op een 1-0 achterstand. We kwamen wel snel op een 1-1
door Ronaldo. Echt, wat is die vent ongelooflijk goed. Maar lang van de voorsprong konden we niet genieten. Wat snel lag er 2-1 er alweer in. Oh, jongen, die vuile pauper, Raul. Maar vanaf toen gingen we constant aanvallen om weer terug te komen in deze wedstrijd. En toen kwam hij er één keer doorheen, scoorde de 3-1. Echt, jongen. En mensen, je moet dit even beseffen. Hij komt door. Ik maak een slijm met blank, gewoon puur, want ik wil mijn keeper duiken. Op een of andere manier druk ik dan altijd op vierkantje. En ik krijg hier rood voor. Kijk even wat hier gebeurt. Helemaal niks. Dit is echt ongelooflijk. Maar wel rood. Ja, jammer. De vrije trap die daaruit voortkomt, wipt hij op. En finesse shot hij uiteraard. Normaal zou je dat hard schieten. Maar ja, dat is normaal gesproken als een bal opgewipt wordt. Maar niet in dit spel. FIFA, love it. We verliezen in ieder geval deze pot. We gaan dus 4-2. Niet zo lekker. Maar er moesten nu wel zeker potjes gewonnen gaan worden. Aangezien we natuurlijk niet heel lekker gingen in de Weekend League. Dit was meteen van onze team. En helaas kwamen we meteen 1-0 achter. Toen werd het wel snel 1-1. Dat was wel lekker. In de 20e minuut was het ook tijd voor een beetje skills. Daarna een schop op de paal. Daarna nog een schop op de paal. En daarna nog een keer op de paal. Oké, dat was van een eerdere clip. Besef trouwens even mensen, hier wat jullie nu gaan zien. Dit is dus een paas van David Silva. Met zijn goede been. Gewoon een normale steekpaas. Zo slecht. Maar dan boom, de 2-1. Heerlijk doelpuntje. Dan schieten we nog een keer op de paal. Dan krijgen we een cornertje waaruit Ronaldo heerlijk binnenkopt. En staan we 3-1 voor. Daarna schieten we weer op de paal. Maar gaat hij er wel in via de paal. Kijk, dus dan is het op zich wel prima. En dan heeft Tezan er genoeg van. Hij lief. Gaan we 5-2. En op naar de volgende pot. Dit was zijn team. Een kanonskogel van Silva zet ons op 1-0. Nog een kanonskogel op 2-0. Ronaldo daarna met een smikkelgoaltje. De 4-0. Een heerlijke assist van Silva. Daarna een lekker finesse shotje voor de hat-trick. Een klein kut. Vervelend tegengoaltje. En daarna nog een heerlijk doelpuntje van Neymar. Wordt het 6-1 tegen de Leaf. 6-2 in de Weekend League. In de 9e pot kwamen we tegen dit team. Het werd al snel 1-0. 1-1. 2-1 door onze smikkel Silva. En toen ging het hard. 3-1. 4-1. 5-1. Overwinning was binnen. En we gaan 7-2 in de Weekend League. Tegenstander nummer 10 had dit team. En we kwamen door een heerlijke knal van David Silva op 1-0. En ook door David Silva op 2-0. Hij maakte wel even 2-1. Maar dat maakte ons niet uit. Want Silva maakte zijn hat-trick. De 3-1. Daarna scoorde Mbappé nog heerlijk de 4-1. Heerlijk trucje zeg. Oh. En toen was de wedstrijd klaar. We gaan nu 8-2 in de Weekend League. En nu begint het toch heel erg te lijken alsof we elite gaan halen. In potje 11 kwamen we tegen geen team. Want ik was helaas vergeten op te nemen. We kwamen wel 0-1 achter. Zwaar. Niet terecht, zeg maar onverdiend, weet je wel, zo noem je dat. Brugge kwamen wel op 1-1. En let ik een minuut later op 2-1. En deze wedstrijd wonnen we ook. Gingen we 9-2 in de Weekend League. En gelijk door naar de volgende pot. Deze gast had een best matig team. 1-0 door een lekker assistje van Silva. We kwamen op 2-0. Mijn tegenstander had de goalkeeper movement goed onder de knie. 3-0. En zo vonden we ook deze pot. 10-2 mensen. Lekker. In deze wedstrijd kwamen we tegen wel een aardig teampje op zich, maar ja. 1-0 Ronaldo. 2-0 Ronaldo. Goeie timing. Echt goed spel. Echt fantastisch spel. 2-1. En dan wordt het ook nog eens 2-2. En dan voel je eigenlijk de bui al wel een beetje hangen om heel eerlijk te zijn. Want toen kwam Ronaldo met de 3-2. En Ronaldo met de 4-2. Met deze dan heeft er geen zin meer in. We gaan 11-2 in de Weekend League. En de stats van Silva zijn na 13 wedstrijden, 14 goals en 16 assists. Dus op het moment dat ik zeg maar nu in elite zou zitten, wat niet zo is, want ik moet nog aardig wat winnen. Dan zou Matty nu al 22 dagen zijn snor moeten laten staan. 14 goals is 14 dagen. 16 assists is 8 dagen. En 14 plus 8 is 22. Dankjewel en tot ziens. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Schijntje natuurlijk. We gaan meteen door naar de volgende pot. Deze had het team hier Neymar. Best wel ziek. Want die is vrij goed. We kwamen wel op 1-0 voor. Maar toen net voor rust. Altijd net voor rust. Je zal het net zien. Ja. Nooit. What the fuck. Ik scoorde na de 2-0. En toen vond mijn tegenstander genoeg. Ook hij liefde. 12-2 mensen. 12-2. In mijn 15e pot kwam ik tegen opnieuw Team of the Year. Nee, maar echt jongen. Dit is het begon niet zo lekker. We kwamen 1-0 achter. Hij ging ook niet zo lekker verder. We kwamen 2-0 achter. Kijk, even dit doelpunt is echt... Oh. Toen kwamen we ook 3-0 achter voor rust. En we kwamen zelfs bijna 4-0 achter. Maar gelukkig ging deze bal op de lat. En daarna op de paal. Maar toen kwam Campbell uiteraard 45 shooting met zijn weak foot. Fantastisch. Nee. Top. Gelukkig maakte het nog wel de 1-4 met Silva. Wat natuurlijk wel nice is. Maar ja, weer een doelpuntje erbij. We verloren echter wel. En zo gingen we dus 12-3 in de eerste 15 pot. Wat betekent, als we dit zo doorzetten, dan halen we gewoon fucking elite. We moesten dus nog 11 potjes winnen om elite te worden. En in het eerste potje kwamen we tegen een best wel aardig team. We kwamen snel 1-0 achter, dat was wat minder. Toen we 2-0 achter kwamen, was ik echt fucking boos. Ik was echt fucking boos. Toen scoorde ik de 1-2, dat was lekker. De 2-2 was nog lekkerder. Maar toen bracht hij een leenspeler in. En die scoorde de 3-2. Ja, echt. Oh, ik kan hem
met mijn kop niet bij dat ze dat na 3 jaar nog steeds lane space in de Weekend League gebruikt kunnen worden. Ik snap het gewoon niet. Hij scoorde ook nog de 2-4 en daardoor verloren we deze pot helaas. En hierna kwamen we tegen een best wel ziek team. We kwamen deze wedstrijd 1-0 voor, ook 2-0 voor en de 3-0 door onze Smikkel Silva. En zo gingen we dus 13-4 in de Weekend League. En ik hoef nu dus nog maar 10 overwinningjes. Nog maar 10. Wat is 10 overwinningen? Helemaal niks. En dan ben ik gewoon elite. En moet Matty een snor laten staan. Oh mijn god. De pot daarna kwamen we op 1-0 door echt een ongelofelijke kut goal. Moet je even de herhaling zien. Oh mijn god. Ik scoorde ook een snel de 2-0. Maar hij kwam terug met een 2-1. En echt letterlijk binnen een minuut met een 2-2. Dus scoorde ik het naar de 3-2. Daarna werd het 4-2. Hij scoorde de 4-3. Hij scoorde ook de 4-4. Echt, wat een wedstrijd. Wat dit ongelofelijk. En ja mensen, als we hier geen rode kaart voor gaan geven. Ongelooflijk. Oh, wat een charge. Dus scoorde hij de 4-5. Ik maakte nog de 5-5. Hij scoorde de 5-6. Maar toen kregen we een pingel. 86e minuut. David Silva achter de bal. En natuurlijk ging die pauperbal weer mis. Jongen, verloren. En ging het 13-5. In de 19e pot kwamen we tegen een 4-4-2 team. Wie de fuck speelt er nu nog 4-4-2? Even serieus. We kwamen 1-0 voor. Toen helaas scoorde hij de 1-1. Zoals je kan zien, was dit voor de patch. Ja, dit is niet na de patch. Nee. Je hebt misschien al wat goals gezien die... Ja... Wat er nu niet meer in kan, laten we het daarop houden. In ieder geval, daarna kwam het paasje van Ronaldo. Die wipt hem op en boom! Wat een wereldgoal, Cristiano Ronaldo. Doei, hij Rage Quit is er helemaal klaar mee. 14-5 en meteen door naar de volgende pot. Team met alleen maar special cards. We komen 1-0 voor. Ja, wel een kut goal. In de 73 minuten komt hij door. En ik probeer de bal even weg te tackelen. Dat doe ik ook. Maar Matthew MZZ denkt daar anders over. Matthew, jongen. Oh. Matthew, jij en ik zullen nooit vrienden worden. Ik krijg een rode kaart met Blanc. Ja, Blanc, die pakt zo vaak rood voor mij. Ongelooflijk. Maar het blijft 1-0. We houden de score vast. En zo gaan we dus 15-5. Dit is mijn volgende tegenstander team. We komen 1-0 voor. We komen 2-0 voor. Heerlijk paasje van David Silva. Het werd 2-1. En toen wonnen we ook deze pot met 2-1. Heerlijk 16-5, mensen. Het ging op dit moment echt heel erg lekker. Toen kwamen we wel tegen een aardig ziek teampje. We kwamen 1-0 achter. Ja, echt kut, sorry. Echt zo'n doelpunt waarvan je denkt van waarom gaat het nou in? Wat een onzin, jongen. Eigenlijk. De 5e minuut komt hij door. Ik pak de bal met mijn keeper, maar ik trap hem onderuit met uiteraard een Blanc. Ja, het kan ook niet anders. Ik krijg een rode kaart. Ja, je kan hem ook niet geven, want ik had de bal met mijn keeper. Hij scoort de penalty. Ik verlies. Kutspel. 16-6. Ik moet er nu nog 7 winnen en ik mag er maar 1 verliezen. In de 3-2 kwamen we tegen niemand minder dan Mord 5. Ja, best wel een smikkelteam. We kwamen 0-1 achter. Goed gekiept. Lekker in de 5 meter binnen kunnen koppen. Uitstekend. 2-0 finesse shotje. Heerlijk. 3-0. Kutkopbal. Klaar. 16-7. Oh. Vanaf nu moest ik alles winnen. 7 potjes. Dus het was tijd voor premium FIFA. En dan gaan we dan pot 24 in een ziek team. En we krijgen gelijk een penalty tegen. Oh mijn god, dit meen je niet. 0-1 achter. Gelukkig ging alles dit poetje wel goed, zoals je ziet. Hoe neem je de bal zo aan? Echt, ik snap het gewoon niet. Maar toen, de Centurion met de 1-1. In de 55e minuut. Oh mijn god. Kijk hoe ik hier een panel krijg. Dit is toch niet normaal. Wat gebeurt hier überhaupt? David Silva achter de bal staan. En hij mist gewoon weer. Hij mist gewoon fucking weer. Fucking David Silva. Ah! Het wordt daarna wel 2-1. Hij scoorde 2-2. En dan lijken we alsof we naar verlenging gaan. Maar dan in de 93ste minuut. Ja, echt wat een ace. Een ongelofelijke ace komt Neymar door. En hij scoort gewoon 3-2. We hebben gewoon gewonnen. Ongelofelijk. Ik bedoel, we hebben gewoon gewonnen. Ongelofelijk. Ik moet er nog 6 winnen. En dan ben ik elite. 6 pointjes. Wat is 6 pointjes voor mensenleven? We komen tegen een best wel aardig teampie. We krijgen weer een corner. Die koppen we binnen. Echt een lekker begin van de wedstrijd. En hij is weg. Tuurlijk. Hij is gelijk weg. Had er helemaal geen zin meer in. Hij voelde de bel hangen. 1-0 gewonnen, lekker. 18-7, nog 5 winnen. En we bleven maar doorgaan. We kwamen tegen een flink aardig team in potje 26. En ja, het ging gewoon echt niet lekker. We kwamen 0-1 achter, finesse shotje. We kwamen ook 0-2 achter, ja. En je voelt de bel hangen. We scoren de 1-2, zeker, lekker, heerlijk. Helemaal niks mis mee. Hij scoorde de 1-3. Maar we lieten het er niet bij zitten. Nee, ik dacht van, we gaan er gewoon voor. We gaan er nu gewoon 100% voor. We scoren de 2-3 met Ramos. Heerlijk kopballetje. En dan in de 44e minuut komt David Silva door. En hier is hij dan op zich wel goed in. Hij kan wel gewoon hard en goed schieten. Oh mijn god. Fucking. En die echt. Hij is zo slecht. Ja, jullie kunnen het niet meer proberen. Want die SBC is al afgelopen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand van jullie hem gedaan heeft. Maar die David Silva is zo slecht. Echt niet normaal. Maar daarna kregen we deze vrije trap. Waar we een heerlijk techniekje deden. En uitstekend doelpunt van Mbappé. Ja, toch wel een klein wereldgoaltje als ik het zelf zeg. En we komen ook nog eens op 4-3 weer door Mbappé. Heerlijk. En daar bleef het bij. En ongelooflijk mensen. We gaan nu 19-7. Nog maar 4 potjes. 4 keer winnen. En we zijn gewoon elite. Dit was de eerste tegenstander van die 4. Hij had 2 icons. Maar de rest helemaal niet zo heel goed team. Dus ik dacht, dit moet een makkie worden. Helaas had deze wedstrijd niet mee. Schoot namelijk op de paal. Toen kwamen we 1-0 achter. Echt zo kut. En onnodig ook. Gelukkig had hij ook niet zoveel geluk. En ging bij hem ook de bal op de paal. Ah, man.
man, dit meen je niet. En hij scoorde zelfs ook nog eens de 3-0. Echt goed gekiept, Courtois. Echt fantastisch. En ik kreeg echt nog zoveel kansen. En ze wilden er allemaal gewoon niet in. Het was echt ongelooflijk. Sommige ballen denk ik echt van, gewoon nog steeds als ik er terugkijk van, hoe is dat in godsnaam er niet ingegaan? Uiteindelijk maakten we aan het einde nog wel de 1-3. Ook met flink wat moeite hoor. Met flink, hij ging er niet makkelijk in. Maar daar bleef het bij. En daardoor 19-8 in de Weekend League. Ik kan geen elite meer halen. Het enige wat mij nu nog resten is om zoveel mogelijk goals en assists te maken met David Silva. Want zoals jullie weten, als we allebei geen elite zouden halen en ik heb geen idee wat Matty gehaald heeft, dan wint degene met de meeste goals en de helft van de assists. Dus besloot ik, slim als ik ben, om David Silva in de spits te zetten. Hé, hey, goed idee toch? We kwamen toen tegen een aardig team in de 28e pot. We hadden dus nog 3 wedstrijden voor Silva aan de spit. En we kwamen op 1-0 voorsprong. Helaas niet door Silva, wel door Ronaldo. Maar daarna kwam Silva helemaal los. Hij scoorde de 2-0 met een lekkere stift. Kreeg de bal een beetje gelukkig mee. Maakt voor de rest niks uit. En hij scoorde ook de 3-0. Was op een of andere manier geen buitenspel. Helemaal prima. Tegenstander liefd. 3-0. En 2 keer gescoord met Silva. En mijn doel was gewoon meer doelpunten, meer doelpunten, meer doelpunten. Dit was mijn tegenstander team in het ene laatste potje. Schoot met David Silva helaas op de paal. Maar de 1-0 viel alsnog. Moet je zien. Hoe die Ben Yedder van hem die bal binnenschiet. Waar gaat dit nou weer over? Ben Yedder scoort ook de 1-2 en staan we dus gewoon achter. Maar nu mensen, dit is niet normaal. Even serieus, hier komt het dan. De David Silva Show. 2-2, 3-2, 4-2. Oh mijn god. Gewoon 3 exact dezelfde goals. Een hat-trick binnen 10 minuten. Dit is zo lekker voor mijn totale score. Wat ongelooflijk lekker. En dan is het potje ook klaar. En gaan we dus het allerlaatste potje in met deze... Oh, deze toch al een marteling met David Silva. We komen er een best wel ziek team. Maar we krijgen een heerlijke 1-0 voorsprong. Echt, Fiera, wat een goal. Krijgen we uiteraard weer een penalty tegen. Ja, zoveel penalties. Voor mij heb ik zoveel penalties. Ja, klote penalties. Hij maakt de 1-1. Hij maakt de 1-2. 1-3. En bad timing. 1-4. Ja, nee, uitstekend dat het erin gaat. Logisch. Nee, echt helemaal logisch. En mensen, dit is lijkt wel alsof het gestaged is. Maar dit is gewoon echt waar. In de 91ste minuut. Dit is hoe Silva voor mij was. Deze Weekend League. Hij staat echt bijna voor open goal. En hij krijgt het. Het is echt. Dit is niet normaal. Dit is gewoon echt niet normaal. We verliezen deze pot met 1-4. En we eindigen de Weekend League dus met 21-9. Zoals je ziet heeft hij in totaal onze Centurion David Silva in 30 wedstrijden 22 goals en 33 assists. Dat betekent dat hij 33,5 punten heeft. Dit maakt geen reden als Mattie Elite heeft gehaald. Want dan moet ik sowieso mijn snor laten staan. Oh nee. Maar mocht hij het niet gehaald hebben, dan kan het nog wel eens spannend worden. Ik denk dat ik het voor David Silva doen nog best goed gedaan heb. Want hij is echt heel erg slecht. En daarom is er ook maar 1 straf voor deze slechte kutspeler. De groeten David. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video dan leuk? Doe een duimpje omhoog. Matty's video komt, ja, ergens online. Ja, het is Matty. Dus zou ook best over een maand kunnen. Maar ik denk ergens volgende week. En dan gaan we zien wie 2 weken zijn snor moet laten staan. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En tot de volgende keer. Maar weer.